Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan-Hans Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 90 hier in Singapore. Ronde nummer 10 van het kampioenschap. Nog 6 rondes te gaan en dan zit het laatste seizoen er alweer op. Maar heb je die vorige video gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan direct voor het i'tje, klik erop en zie je die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career Mode content. Ga gewoon lekker met de races nog 6 te gaan en dan zit het avontuur in F1 22 erop. Dan gaan we voorbereiden op F1 23 die er ook aan zit te komen. Dat vind ik heel erg mooi. We moeten even de kalender zien op te vullen met allerlei evenementen. Wat ervoor gaat zorgen dat bijvoorbeeld een bepaald onderdeel van de Department Moral beter wordt. Interessant. Ja, interessant. Even een nieuwe sponsor gaan toevoegen aan de auto. Kijkend welke het meest opbrengt. En ja, die gewoon goed te doen is. Dan ook even de kleuren veranderen. En dan spoelen we de tijd zometeen eventjes mooi door. Nieuwe onderdelen dus op de auto. Gezet. Hebben een dilemma om uit te kiezen. Dan door de tijd weer heen spoelen. Is er niet zoveel veranderd eigenlijk. De Pirelli Hot Lap doen we niet. Slaan we over. En dan is het tijd voor de kwalificatie voor aflevering nummer 90. Kunnen niks meer upgraden aan de auto. Dus ja, het is wat het is. En kijken wat deze kwalificatie dus gaat opbrengen. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1. En helaas hebben we een fout gekregen. Wat zegt de ingenieur? Oké, some information. We've lost oil pressure. Looks like a leak somewhere in the system. We're on standby for the time being until we can patch it up, I'm afraid. We hebben oliedruk ergens verloren in het systeem. We moeten dus ongeveer een minuut wachten. Maar dat is geen probleem. En dat probleem is inmiddels verholpen. Terwijl Button even de snelste tijd in Q1 laat noteren. Wij moeten ervoor gaan zorgen dat we door zijn naar Q2. Enzovoort, enzovoort. En dat we uiteindelijk op pole position staan. DRS geopend. Er is regen voorspeld tijdens de wedstrijd. Dus dat kan de boel wat gaan opschudden. Missen daar de apex bij de eerste bocht. Ook de tweede bocht verloopt wat moeizaam. Hebben we daar Nicolas Latifi in zijn Ferrari rijden. Ligt de muur aangetikt. Maar goed, dat is geen probleem. En komen bij start-finish. En dan laten wij een 1.37.8 noteren. Snelste tijd in Q1. Jazeker, goed gedaan. Aanbeland bij... Is het Q2? Weet ik niet zeker. Dit is Q2 volgens mij. En kijken of wij ook door kunnen komen naar Q3. Een prima eerste en tweede bocht, jazeker. Daar wel ietsjes te wijd. Apex wat gemist. Maar goed, dat is geen probleem. Ja, Gasly laat een 1.38.6 noteren volgens mij. Daar bijna die muur aangetikt. Het is oh zo close. En kijken of wij ook door kunnen komen naar Q3. Ja, die bocht heb ik helaas geskipt. Waarom? Ik kon hem niet meer halen. En deed het maar op zo'n manier. En wij laten een 1.38.0 noteren in Q2. Jazeker. We hebben inmiddels doorverwezen naar een tweede positie in Q2. En kijken of wij Button nog kunnen gaan aanvallen voor die P1. DRS geopend. Button blijft binnen staan. Die vindt het wel welletjes. Wij doen dit alleen om te kijken waar de auto staat. Pakken daar een bochtafsnijding helaas. Zijn 17.000ste boven onze eigen tijd. Nu weer in het groen. En DRS weer geopend. Zijn ruim 3/10 harder. Jazeker, goed gedaan.
Met paars in sector 1, groen in sector 2 zijn we een seconde sneller daar lichtjes de muur aangetikt. En dan laten wij in Q2 nog steeds een tweede tijd noteren. Button staat bovenaan in Q2. Geen probleem. We zijn aanbeland bij Q3. Als ik hier helaas een fout maak, ik zat even niet op te letten. Met nog ongeveer 1 minuut en 40 seconden op de klok. We laten het maar bij 1 run doen. De achterbanden zijn nu wel goed opgewarmd. Hier een keer steken helaas. En nu weer op het circuit. Met nog ongeveer 1 minuut en 20 seconden op de klok. Een P10 op dit moment. En kijken of wij ook naar de pole position kunnen gaan toerijden in deze grote prijs. In deze lange grote prijs. 31 rondes zijn er te gaan met de regen erbij. Dus ja, dit kan een lange race gaan worden. We pakken daar een bocht afsnijding. Maar goed, dat is geen probleem. Het is maar een waarschuwing. En de kwalificatie zit erop. Wij laten even groen in sector 1 en 2 noteren. Kom aan bij de tunnel. Zometeen richting de laatste paar bochten. En dan volgt nu het start-finish gedeelte met DRS. En we pakken pole position. Goed gedaan. Prima ronde hier in Singapore. Zijn 17e harder dan Jensen Button. Ocon op P3, Liam Lawson 4, Leclerc 5, Norris 6, Sainz 7, Gasly 8, Russell 9 en Latifi op P10. Dan is het op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 90 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Against the spectacular backdrop of the Singapore skyline, Formula One returns once again to do battle in what tends to become something of an endurance race, with the notorious sauna-like temperatures in the cockpit making for an extremely physically challenging race. We're here at the Marina Bay Street Circuit today, located in the heart of Singapore. The circuit consists of the 23 corners, 13 to the left and 10 to the right. It's a track that's incredibly technical, so don't expect to see the drivers taking too much of it at full throttle. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position, and it's Jensen Button alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Ocon, Liam Lawson, Charles Leclerc and Sainz, Gasly, Russell, Latifi and Robert Schwartzman, Fernando Alonso, Tsunoda, Daniel Tictor and Oscar Piastri, Norris, Mick Schumacher, Kevin Magnussen and Lance Stroll, Joe, Teo Pourchaire, Drugovic. They'll be starting further back after an earlier grid penalty, and Richard Vasseur. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. And joining me again for the race today, Natalie Pinkham. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances. But what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another good race today. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Momentum dus weer meenemen in deze wedstrijd. Op het einde van de race kan er hevige regen ontstaan. Dus ik denk dat we aan het einde van de wedstrijd op de full wet moeten gaan rijden. Maar eerst deze beginfase zien te overleven op de droogweerbanden. Dachten de formatieronden. Wij staan op pole position, Button op P2, Ocon op P3 op die zachte band. Dus daar moeten wij voor oppassen. Lawson op P4, Charles Leclerc op P5. Maar eerst de vraag, komen wij goed of slecht op onze gridpositie terecht? Banden nog even goed opwarmen. En schijnbaar van niet, maar staan er toch maar 0,8 meter ervan af.
En toch zegt de game, nee, je staat niet goed. Helaas. En nu moeten we wachten op de rest van het veld. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 90 van F1 22 My Team Career Mode. De langste serie op dit YouTube kanaal gaat nog steeds door. En de lampen gaan aan voor de grote prijs van Singapore. Wij op pole position, button op P2. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En komen prima weg, snijden al gelijk naar de linkerkant om button af te knijpen. En dat is gelukt. Ocon naar P2, button vecht zich terug. Ocon en button samen knokkend voor P2. Maar het is Ocon die definitief de tweede positie heeft afgepakt van Jensen Button. Gaat dus al gelijk een seconde. Wij moeten nu proberen weg te rijden van de Fransman. Die zo meteen iedereen gaat ophouden vanwege die zachte banden die er eerder aangaan dan gepland. Wij laten even Paars in sector 1 noteren. Ronde nummer 4 alweer. Als Ocon op 16e is benaderd van ons. We maken daar een klein foutje. Gaan er een beetje wijd. Wat kan Ocon? Hier volgt nu dat DRS gedeelte. Ocon zit eraan te komen. Kijk naar de buitenkant. Maar is net niet genoeg ruimte voor hem. Button volgt op 18e. Lawson op 2.1. En daarachter Charles Leclerc op 2.8. Dan hier overtakenknop aangooien om Ocon af te schermen. En dat lukt. Gat is 16e ongeveer. Ronde nummer 12, als Ocon al naar binnen is gedoken voor zijn eerste pitstop, is volgens mij naar de harde band gegaan. En wij gaan gewoon nog langer door totdat die regen eraan zit te komen. Het gat naar Button is 2.3. Naar Lawson inmiddels 3.5. Naar Leclerc inmiddels 4.6. En naar Sainz gewoon 6.6 seconden. Maar daar moeten wij ook voor op gaan passen, want wie weet kan Sainz wat in zijn AlphaTauri. Maken maximaal gebruik van het circuit. Medium banden zien er wat versleten uit, maar moeten gewoon nog door totdat die regen komt. Gat naar Button is 2.7. En nog steeds rijden we aan de leiding. Ronde nummer 15 is het als de regen naar beneden begint te komen. En daar maken we een kleine fout door veel te laten remmen. Hebben net niet die muur geraakt en moeten naar binnen voor de intermediate. Button gaat ook mee naar binnen volgens mij. En dit wordt een dubbele pitstop als het geel is in sector 1. Omdat daar een, wat is het, een Williams stilstaat van Felipe Drugovic. Of is het een Alpine van Felipe Drugovic? Weet ik niet zeker, maar goed, dat geeft niks. Dat boeit ons eigenlijk ook helemaal niks. Wij rijden gewoon eraan de leiding en moeten naar binnen voor de intermediate. De regen is hier naar beneden aan het vallen. En Button gaat mee. Wordt een dubbele pitstop voor het team. Lawson duikt ook mee naar binnen. Leclerc en Sainz, ook iedereen duikt naar binnen. Dus ik denk dat Button helaas ver terug gaat zakken. Of de pitstop moet goed gaan. D.4. Prima pitstop. De vraag is, waar komt Jensen Button terecht? Door die dubbele pitstop zakt in ieder geval terug tot P4. En wij komen weer aan de leiding de baan op. Jazeker. Button nog steeds op P4. En daar blijft hij ook op. Moet zich terugvechten tot P2. En we zitten op de helft van de grote prijs. En de auto is weggehaald. En nu is het weer groen. En racen, racen, racen. Op dit natte circuit van Singapore. Gat naar Leclerc is 4.0. Ronde nummer 20, als Leclerc dichter bij ons is gekomen. En we moeten alvast wat gaan bewegen. Leclerc naar de buitenkant.
Dat lukt net niet. En hier kan hij ook niet profiteren. Lawson zit te kijken. Heel dicht op elkaar zit het. Maar goed, hebben elkaar tot nu toe nog niet geraakt. Dus dat is prima om te zien. Maken daar wel een klein foutje. Wat kan Leclerc? Kan hij hier iets? Nee, het is hier te smal. Hier weer iets te ver doorgeschoten. En daar zit Leclerc aan de buitenkant te kijken. Een touché. Wiel op wiel volgens mij. En Leclerc kan door. Oh, dat was wel een touché. Dat was een touché. Leclerc heeft ons geraakt op de achterkant. Moment overstuur op de exit. En moeten naar binnen voor de full wet. Daar de muur aangetikt. En Leclerc verliest hier terrein door die kapotte voorvleugel volgens mij. Dus dat betekent dat Button weer een dubbele pitstop moet gaan maken. En dat betekent dat Button dus ook weer tijd gaat verliezen. Hopelijk dat hij terugkomt op het podium. Omdat Leclerc misschien de nieuwe voorvleugel moet. We zien hier bijna niks door de regen die heel hevig is. En met nog 11 rondes te gaan moet iedereen naar de full wet. En zijn dus naar binnen gedoken voor onze late pitstop van de dag. De full wets gaan plaats maken. Dat zeg ik niet goed, maar goed, dat geeft niks. En Button dus naar binnen. 2.3, een tiende sneller dan de vorige pitstop. Goed gedaan. En Leclerc is gewoon doorgereden met die kapotte voorvleugel. En nog 10 rondes te gaan, gaan we op de full wets de race uit zien te rijden. Button zakt terug tot P5. Achter Carlos Sainz in zijn Alfa Tauri. Lawson op P3, Leclerc op P2. Kan Button dit nog goed maken door op een podiumplek te eindigen? Met nog 10 rondes te gaan in de race. Onder nummer 27, als we daar een grote fout maken. En daar zit Leclerc misschien aan te vallen. Jazeker, maar dat was een touché. Wij gaan hem afknijpen. Blauwe vlag wordt gezwaaid daar weer te wijd. En op dit rechte stuk is het oh zo close. Maar Leclerc kan het net niet afmaken. Kijk naar de buitenkant. En dat lukt niet. We schieten hier een beetje door. Maar Leclerc moet daar even actie ondernemen om niet de auto kwijt te raken. Button nog steeds op P4. Gat is 4.3. Dus ik denk niet dat Jensen Button nog op het podium gaat eindigen voor het team. Geeft niks. Hij rijdt tot nu toe een prima race. Componenten zijn wat beschadigd. Misschien moeten we die in de volgende race gaan vervangen. Ik denk dat dat in Japan is. Nog 3 rondes te gaan. En daar maken we een fout. Dat is de muur aangetikt. Dat is de muur. En Leclerc zit naar de buitenkant te kijken. Blauwe vlaggen worden gezwaaid. Hier weer close tussen Leclerc en mijzelf. En gaan hier de auto mooi positioneren dat Leclerc niet voorbij kan. Sainz volgt op 17e. Button volgt op 2.8. Daarachter rijdt Liam Lawson op ruim 11 seconden. Dus ik denk niet dat de McLaren-rijder meedoet voor de overwinning. Leclerc had daar een klein moment en Sainz profiteert daarvan. Carlos Sainz naar P2 voor AlphaTauri doet hij goed. En we zitten in ronde nummer 29 van de race. Nog 2 rondes te gaan in de wedstrijd. Ronde nummer 31 is het als Sainz eraan zit te komen. Leclerc doet niet meer mee. Button doet ook niet meer mee. Hetzelfde geldt voor Russell die op P5 rijdt. Sainz zit hier en dicht op. En dat is een touché. Sainz heeft ons geraakt. En de vloer is beschadigd. Sainz met een kapotte voorvleugel nog. En kijkt, probeert daar te kijken, maar lukt niet. Button is in één keer weer aangesloten bij ons. Wat kan hij nog? Wat kan Sainz? Wat kan Leclerc? Maar ik denk niet dat ze het nog kunnen gaan redden. Want wij houden de auto mooi, breed, positioneren hem gewoon goed. Zometeen volgt dat laatste gedeelte onder de tunnel.
door naar de laatste paar bochten. Dan volgt start-finish en dan gaan we een race winnen. Goed zo. We nemen wraak op Monza. En wij gaan hier dus de grote prijs van Singapore winnen. Jazeker, doen het goed. Uitstekend gedaan en is het op naar de volgende wedstrijd. They've endured the harsh conditions here in Singapore then to pull off a spectacular victory. Napoli Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, tyre management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So, being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls, gentle on the tyres, that's where the race was won today. Faces of our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. Nou, hier ben dan het uitleg van de wedstrijd. Wij hebben dit de grote prijs van Singapore. Sainz naar P2 voor AlphaTauri. Charles Leclerc op het podium. Button stelt helaas teleur. P4. Russell 5. Lawson 6. Nicolas Latifi op P7. Lando Norris 8. Alonso 9. En Pierre Gasly pakt het laatste punt voor AlphaTauri. En één uitvaller, Felipe Drugovic. Leidt nog steeds het coureursklassement. En het constructeursklassement, jazeker. Button gaat naar P4, Leclerc pakt Norris voor P2. Het teamacclaim is gewoon goed. Ja, eigenlijk prima dus. Van allen sponsoren de doelen behaald. 1,87 miljoen dollar erbij. Helaas hebben Button en ik schade gereden. $33.000 erbij. En in totaal op de bank $12.41 miljoen. Jazeker, hebben het goed gedaan. Maar eigenlijk is dat geld een beetje waardeloos. Want ja, na dit seizoen stoppen we ermee met F1 22. Dus ja, heeft niet zoveel zin. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom je dit leuk vindt. Trouwens, nu mijn game kanaal. Abonneer voor meer wekelijkse F1 22 My Team Crimson content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele race meer van me mist. En volg me even op de sociale media. @GiannanSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Gianan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.